Ik wil u graag vertellen waarom ik bij de kerk van Jezus Christus ben. Op dit moment, er was een tijd in mijn leven dat ik dat niet was. Ik ben als klein meisje ben ik gedoopt. Ik was 12 jaar en toen kwamen de elders bij mij thuis. En ze waren natuurlijk wel hartelijk welkom en waren heel blij dat we Amerikaanse gasten hadden. En, want dat was in mijn tijd niet zo gangbaar. En mijn moeder werd uitgenodigd voor de kerk. En het duurde niet lang daarna of ik en mijn broers en zussen en mijn moeder zijn gedoopt voor de kerk. En dat was niet zomaar. Maar wij waren zeker overtuigd van wat de waarheid was wat deze broeders ons kwamen vertellen. En ik was een meisje van 15 en ik had wat problemen en ik ben van de kerk weggeraakt, maar ik heb nooit mijn geloof verloren. Ik was altijd overtuigd van die waarheid die de elders me destijds hebben verteld en het is altijd bij me gebleven. En ook als iemand mij vroeg of ik geloofde, dan heb ik het altijd beaamd als ja, omdat het als eigenlijk voor mij nooit een vraag was. Het was altijd voor mij gewoon, net zoals alles gewoon is, dat er een hemelse vader bestaat en dat ik daarvan op aan kan. En als ik problemen heb, dat ik dan aan hem kan vragen wat ik moet doen en wat er gedaan moet en of hij me wil helpen. En ik heb in mijn leven niet zo'n hele geweldige tijd gehad. En moet ik zeggen, ik ben toen ik 15 jaar was van de kerk weggeraakt. Door problemen en door problemen thuis. En het was geen makkelijke tijd en ik ben voor 29 jaar bijna van de kerk weg geweest. Maar al die tijd dat ik weg was, wist ik dat er een dag moest komen dat ik terug moest gaan. En ik heb het altijd maar een beetje uitgesteld totdat er weer iemand van de kerk kwam en die zei: jij komt aanstaande zondag en ik ga je helpen, al moet ik je over de drempel dragen. En ik moest er eigenlijk wel om lachen, want ik dacht, ja, ik weet dat ik terug moet, maar ik kom niet voor de mensen en ik kom niet voor het gebouw. Maar ik ben mijn geloof niet verloren en ik wil toch op een dag teruggaan, dus je moet nu een beslissing nemen. En ik wist ook dat Hemelse Vader al die tijd bij me is geweest en gebleven. En dat ik op hem kon vertrouwen en ik ben teruggegaan. En vanaf die dag, en dat was in 1997, ik denk ergens in de zomer, dat ik terug ben gegaan en dat ik de beslissing heb genomen om te blijven. En ik ben heel dankbaar dat ik, voor mijn hemelse vader, dat hij altijd bij me is gebleven, dat het me nooit los heeft gelaten. En dat ik nooit bang hoefde te zijn in mijn leven voor alle gevaren die langs zijn gekomen, want ik had een best wel moeilijk leven met huwelijksproblemen en met criminaliteit en met mensen die dus aan lager wal geraakt waren. En altijd heb ik gevoeld dat ik niet alleen was. Er was altijd iemand aan mijn zijde en daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is een van mijn redenen om dat ik terug ben gegaan naar de kerk. Omdat ik toch wist dat ik iets miste in mijn leven. En dat waren dan niet de mensen en dat waren dan ook niet het gebouw. Maar het was toch een betere leiding. En dat kan alleen maar van bovenaf gestuurd zijn. En daarom ben ik teruggegaan naar de kerk. En iedereen vroeg, waarom ben je nou nu plotseling terug? En ja, ik denk dat het ingegeven is dat mijn hemelse vader me dat heeft verteld en dat hij dat altijd de bedoeling was om terug te komen. Dat wist ik diep in mijn hart. En ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Ik heb geweldige broeders en zusters erbij nu. En ik kan alleen maar zeggen dat mijn leven rijker is geworden doordat er meer leiding in mijn leven is gekomen en dat ik eigenlijk nu een hele grote familie heb. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop voor iedereen die dit hoort, dat zij, als zij vragen hebben in hun leven en als zij op zoek zijn naar de waarheid, dat zij zullen proberen om dat te onderzoeken.
en voor zichzelf zullen vragen en op hun knieën zullen gaan en vragen aan de Hemelse Vader. Hemelse Vader, is dit de waarheid, ja of nee? En dan bij zichzelf zullen vragen en niet aan anderen, maar voor zichzelf zullen onderzoeken of dat de waarheid is. En als ze dat werkelijk doen met een oprecht hart, dan zullen ze inderdaad ervaren wat de waarheid is. En dan zullen ze antwoord krijgen, niet misschien op het antwoord wat ze zullen verwachten, maar wel op een bepaalde manier, in bepaalde dingen. En ik weet zeker dat het waar is, want ik heb antwoorden gekregen van Hemelse Vader. En ik heb hele geweldige ervaringen gehad. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat iedereen die op zoek is naar de waarheid, dit zal gaan doen. En dat heb ik gezegd in de naam van Jezus Christus. Amen.